We hebben een hele geweldige goede gast die nu de studio inwandelt. Dit weekend heeft hij mountainbike gereden op het EK in Moskou. Ja, ja. En daarom, omdat hij goed reed, mag hij nu naar de Olympische Spelen in Londen. Dit is Sven Nys. Iedereen moet kijken, want het is Londense tijd, dus in de namiddag, zondag 12 augustus. Hoe bereid je je daar nu op voor? We zijn nu 12 juni, dus juli, augustus, nog dikke 2 maanden. Om eerlijk te zijn, heb ik dat deze middag met mijn coach besproken. Van dag tot dag. Echt? Alle lijnen uitgezet, welke wedstrijden er nog komen. Ja. Ga ik nog een hoogtestage inlassen? Dat zou je thuis doen. Hoe doe je thuis een hoogtestage? Ga je op je dak zitten? Ja, een hoogtestage. Ik heb mijn logeerkamer helemaal dichtgeplakt. Ja? Een toestel ingestoken die de zuurstofarme lucht binnentrekt. Meen je? Ja. Dit is geen grap. Dat is echt. Dus dat is minder zuurstof, dat is een hoogtestage. Ik slaap in mijn eigen logeerkamer op 3000 meter. In zo'n tent? Dus geen tent, gewoon je kamer eigen... is aangepast. Ja, dus de ramen mogen niet open en heel snel binnen en buiten. En dat creëert je 3000 meter. En voel je dat niet? Kan je nog... Vermoeider. Je bent, morgens als je opstaat, ben je meer vermoeid. En je slaapt erin. Je ademt gewoon zuurstofarme lucht in. Ja. En daar mag je vrouw dan niet binnen, want als je daar begint, dan ben je helemaal vermoeid natuurlijk. Met te weinig. Ja, dan moet je dan in de gewone kamer Vroeger doen, deden wij dat in onze gewone slaapkamer. Maar ze kan daar de laatste tijd niet zo goed meer tegen. En ik slaap alleen. Dus je hebt nu een plan vanaf nu. Wanneer ga je naar Londen? Mag je meegaan bij de grote openingsceremonie? Dat is natuurlijk prachtig. Hè? Ik denk dat ik een beetje tegenslag heb in dat opzicht. Omdat mijn wedstrijd is de laatste dag van de Spelen. En de openingsceremonie is 2 weken vroeger. Ja, dus waarschijnlijk zal ik daar niet bij zijn. De sluitingsceremonie. Met de medaille om je hals. Dat zullen we wel zien. Zeg, je bent niet de enige mountainbiker die meegaat. Wie is Kevin van Hovels? Kevin van Hovels is een jongere renner die de laatste jaren een serieuze opmars heeft gemaakt. Mm-hmm. En een streekgenoot van mij. Hij woont een dorp verder. En heeft zich gekwalificeerd vorig jaar op het wereldkampioenschap in Zwitserland. Mm-hmm. Dus iemand die de toekomst nog voor zich heeft en nu voor de eerste keer de Spelen zal meemaken. Ja. Gaan jullie samen trainen dan de volgende weken? Nee, we zijn geen generatiegenoten. We hebben ieder een andere voorbereiding. En we gaan daar elkaar zeker steunen en proberen van de ervaring die ik heb door te geven aan hem. Ja. En, in een wedstrijd zelf kan je niet zo heel veel voor elkaar betekenen. Dus, ja, het is geen wedstrijd. Tuurlijk, ja. Ik wens je veel succes. Blijf nog even hier, want we gaan nog leuke berichten uit de krant bekijken. En iedereen gaat supporten natuurlijk voor Sven Nys, dames en heren. Toch wel. Dank Sven.